Dennis van Winden, een paar uur voor de ploegentijdrit. En ja, laten we eens even vooruitkijken, want jij hebt een van de zwaarste taken. Je rijdt achter Lars Boom. Ja, ja, zeker. Dat is iets waarvoor ik wel een beetje nerveus ben. Maar ja, dat is goed. Nervositeit is altijd... ja, daar word je sterker van. Maar Lars die doet de start en ik start in tweede positie. Dus Lars die, die trekt alles op gang en dan doe je eigenlijk twee beurten op kop. En dan overnemen van Lars met goede snelheid erin houden. Waarom is dat zo zwaar om van hem over te nemen? Ja, de eerste, ik denk dat vanuit de start dat het niet eens zo heel lastig gaat zijn. Maar vanuit, ja, na 10 kilometer en Lars die doet een, we hebben vorige week in de Eneco Tour gezien dat Lars in de ploegentijdrit dat echt zijn ding is. En ja, Lars is natuurlijk een super tijdrijder. Die rijdt gewoon echt een serieus blok op kop. En dan zit je in zijn wiel al eigenlijk in de minst gunstige positie. Dus je vangt het meeste wind. Dus dat kost al extra energie. Dan doe jij nog je beurt op kop. Wat ook extra energie kost. Laat je afzakken. En om dan weer in het wiel te komen. Dat zijn eigenlijk drie blokken wat van redelijke intensiteit. En dat ga je wel voelen. Nou, dan komt het dus omdat Lars zo hard rijdt dat jij dan over moet nemen. Daardoor wordt het extra zwaar. Ja, ik denk als je sowieso in het wiel van Lars zit, dat gaat sowieso pijn doen, ja. En waarom is de tactiek dan dat jij in dat wiel zit en niet Bouke of Robert? Ja, nou, er moet er één zijn die echt moet pijn lijden. En schijnbaar ben ik de lul vandaag. Nee, dat is gekheid, maar... ja, ik weet het niet. We hebben vandaag natuurlijk een goed doel met ja, de klassementsrenners Bouke en Robert zo goed mogelijk in het klassement te zetten. En, je kan vandaag kostbare tijd verliezen of winnen. En, ja, je moet die mannen met zoveel mogelijk moraal afzetten vandaag.